De Surinaamse ambassadeurs voor Cuba, Venezuela en India worden respectievelijk Wendy Paulus Aminta, Gustav Samjadi en Arun Hardin. President Santokhi, die de ambassadeurs beëdigde, verwacht dat zij genoegzaam bekend zijn met de ontwikkelingsrichting en prioriteiten van Suriname en zullen nagaan op welke wijze zij bij de uitoefening van hun werkzaamheden een bijdrage zouden kunnen leveren aan de verwezenlijking van de nationale doelen. De ambassadeurs zullen een training volgen in Den Haag, Nederland, waarna zij naar hun standplaats zullen vertrekken.